Ja, vrienden, het ontslag van Ronald Koeman. Ja, dat zag je natuurlijk al lang met zwaailichten en met sirenes. Zag je die al lang aankomen, dat ontslag. Ja, hè, met die Laporta. Die man, die heeft zich zo verschrikkelijk misdragen ten opzichte van Koeman. Ja, dat kent geen grenzen gewoon. En dat begon al gelijk vanaf dat hij aantrad als president. En toen wist je al van, Ronald is kansloos. Ja, en dat wist Ronald ook, want die zat natuurlijk bij die besprekingen. En die werd daar natuurlijk als een halve garen toegesproken en die werd daar vernederd door die man. Maar ja, dacht Ronald, jij gaat mij lekker tot de laatste cent uitbetalen, je gaat je gang maar. En Ronald was natuurlijk al lang klaar met die Laporta. Ja, die dacht al lang van de groeten. En zelfs tot nu, hè, in het vliegtuig terug van die wedstrijd uit Madrid, dan wordt Ronald ontslagen en dan ook op zo'n manier dat je ook weer denkt van, ja, dan moet hij eventjes naast de voorzitter komen zitten tijdens de vlucht. En dan zegt hij alleen maar, ja, we nemen afscheid van je. En dat was het dan. En dan mag Ronald weer opstaan. Op die manier gaat dat dan. Dat is dan meneer Laporta. Totaal geen niveau, geen stijl. En Ronald, die was daar dus al klaar mee. Want ik zag hem pas geleden bij die wedstrijd tegen Kiev. Ja, en toen zei hij al tegen mij, toen zei Ronald, nou, ik ga echt niet bijtekenen hoor. En geen 100 jaar, nee. Dus dat was al klaar. Koeman en Barcelona was al klaar. En het was eigenlijk gewoon elke wedstrijd moest hij examen afleggen bij die Laporta. Ja, als er niet gewonnen werd, dan was er weer paniek. En het was de hele tijd die druk. En dat voelde ik ook toen ik daar was bij die wedstrijd tegen Kiev. Die enorme spanning, die druk die er hangt over zo'n wedstrijd heen. En ook voor Koeman zelf. En er zou en er moet gewonnen worden. Dus ja, Ronald was ook niet helemaal Ronald zoals ik hem kende dan. Dat krijg je daar dan van. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja, misschien wel beter als hij er gewoon maar weggaat bij dat Barcelona. Want dit is ook geen lol. Stel je voor, stel jezelf nou voor dat je je werk moet doen elke dag. En dat je elke dag examen moet doen. En dat je elke dag de vraag krijgt, werk je hier morgen nog? Word je ontslagen? Wat denk je? En dan kan je toch niet functioneren? Dan kan je toch niet werken? Dus dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen, want dat gebeurt gewoon niet in het dagelijks leven. Maar wel in een extreme vorm bij dat voetbal. En dat is gewoon niet gezond. Dat is heel ongezond, ook om in te leven. Dus voor mijn vriend Ronald Koeman hoopte ik eigenlijk maar dat het snel afgelopen zou zijn. En daar hadden we het eigenlijk ook over. Want we snapten alle twee wel dat het niet zo lang meer zou gaan duren. He, want het zat aan alle kanten tegen. De goede spelers waren weg, er is geen geld. En een andere president, ga zo maar door. Nou, we kennen al die dingen wel en iedereen weet dat ook in de voetballerij. En toen zei ik alleen maar tegen hem, Ronald, wat wil je hierna nog? Wat wil je nog doen? En toen zei hij alleen maar tegen mij, ja, en ik moet dat even herhalen en ik moet dat zeggen. Want Ronald zegt tegen mij, ik wil eigenlijk nog maar één ding. Ik wil naar een eindtoernooi met het Nederlands elftal. Ho! En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Hij zei, dan doe ik lekker een jaar niks. En daarna wil ik gewoon nog een keer het Nederlands elftal doen. Dus daarom, dat moet ik gewoon herhalen wat hij tegen mij zei. Want KNVB, kijken jullie naar mij? En geef het door en deel het aan mensen die erover gaan. Want, hey, dus, wat gaan jullie doen? Als een speer Koeman vastleggen. Leg hem vast, nu al, voor na Louis van Gaal. Over een jaar, dan komt Koeman gewoon weer terug bij het Nederlands elftal. En gaat hij met Nederland naar het Europees kampioenschap. Oké, zo gaan we het dus doen. KNVB, is het duidelijk?